het Women's Peak houden. En ik ga beginnen met het voorlezen van ons manifest. En ik hoop dat die ding afgepakt wordt van die meneer. Het manifest van Let Women Speak. Een vrouw is een volwassene van het vrouwelijk geslacht. Er zijn twee geslachten, man en vrouw. Mannen hebben geen vagina. En vrouwen hebben geen penis. En lesbiennes hebben helemaal geen penis. Mensen kunnen niet van geslacht veranderen. En in de wet moet worden vastgelegd dat de basis voor wet en regelgeving is dat met vrouw een volwassene van het vrouwelijk geslacht wordt bedoeld. Dus iemand die geboren is als vrouw. Vrouwen en meisjes hebben recht op eigen voorzieningen. En vrouwen en meisjes hebben recht op eigen sport. Homoseksualiteit is vallen op iemand van hetzelfde geslacht. En dus niet op iemand van hetzelfde gender. Iedereen is vrij om zich te presenteren zoals hij of zij dat wil. Dus een man in een jurk vinden wij prima, een vrouw in een broek natuurlijk ook. En zijn seksualiteit te beleven met enthousiast instemmende volwassene anderen. Minderjarigen kunnen geen toestemming geven voor puberteitsremmers en genderoperaties. En dan hebben we als tiende punt, gaat over stereotypen waar wij graag allemaal vrij van zijn. Minderjarigen en volwassenen hebben het recht om alle ontwikkelingsfasen van hun leven vrij te verlopen zonder te hoeven voldoen aan stereotypen van een geslacht. Dus ik verklaar Let Women Speak voor geopend. Onze eerste spreekster is Floor. En dit is echt heel hinderlijk, geflits met die spiegel. De politie zou ons daar toch echt op in moeten grijpen, vind ik. Floor, waar ben je? Lieve dames, iedereen die hier aanwezig is. Helemaal hierin te praten. Mannen horen niet thuis in de vrouwensport. Er zijn duidelijke biologische verschillen tussen beide geslachten. En laat dat nou de reden zijn dat beide geslachten hun eigen sportcompetities hebben. Het argument dat mannen die zich identificeren als vrouwen geen noemenswaardig voordeel hebben, wordt niet bevestigd door de werkelijkheid. Niet in de breedtesport en zeker niet in de topsport. Laten we eens naar wat cijfers kijken. Het wereldrecord op de 100 meter sprint voor de vrouwen staat op 10,49 seconden. Dit record van Florence Griffith uit 1988 is tot nu toe nog door geen enkele andere vrouw verbroken. De snelste vrouwelijke sprinter van dit jaar liep een tijd van 10,65 seconden op de 100 meter. Kijken we even bij de jongens. Niet bij de mannen, maar gewoon bij de jongens. De snelste tijd van dit jaar in een atletiekwedstrijd, gelopen door een jongen onder de 18 jaar, is 10,06 seconden. De 17-jarige Christian Miller loopt dus bijna een halve seconde sneller dan de snelste volwassen vrouw op de 100 meter ooit. Doet deze jongen aan topsport? Jazeker, hij doet aan topsport. Maar als je kijkt naar zijn huidige plaats op de wereldranglijst op de 100 meter sprintdiscipline, dan staat hij daar op plek 2137. Vergelijk dat even met Sherida Jackson, die dit jaar dus de snelste tijd bij de vrouwen liep.
Zij staat bij de vrouwen op de internationale ranglijst op plek 2. Laat dit even tot u doordringen. De beste tijd dit jaar van een vrouw lijkt op plek 2 op de wereldranglijst van vrouwen. De beste tijd van dit jaar van een 17-jarige jongen lijkt op plek 2137 op de wereldranglijst van de mannen. En dat verschil moet u steeds goed in uw achterhoofd houden wanneer u het argument hoort: maar voor transitie deed Pietje Puk ook al aan stopsport. Jongens en mannen, zeker als ze de puberteit hebben doorgemaakt, hebben wel degelijk een fysiek voordeel boven vrouwen. Vooral als het gaat om spiermassa, lichaamslengte en longcapaciteit. Dit geldt niet alleen voor degenen die op het hoogste niveau aan sport doen. Dit geldt ook voor alle andere sportniveaus. Het zijn ook voordelen die niet noodzakelijk verdwijnen tijdens een hormoonbehandeling. De Tweede Kamer wil een wet goedkeuren waarin is opgenomen dat iedereen zelf mag beslissen of hij of zij een man of een vrouw is. Bedenk wel dat de grootste deel van de mannen die zich als trans identificeert, geen medische behandelingen of aanpassingen ondergaat. Dat betekent dat iedereen zich een vrouw mag noemen. Iedereen. Ook de 17-jarige jongen van zojuist mag zich dan een meisje noemen. Als aan de sportbonden heb ik de volgende vraag. Waarom zouden meisjes en hun ouders energie, geld en tijd in een sport, in jouw sport investeren, als zij weten dat ze vanaf de puberteit nauwelijks nog kans maken in diezelfde sport? Als zij weten dat ze op ieder moment vervangen kunnen worden door een jongen of een man die sneller loopt, verder gooit en harder slaat. In de transgenderwet wordt van alles geregeld zonder dat hier goed over is nagedacht. Er is niet eens een behoorlijk publiek debat gevoerd over wat deze wet betekent voor de rechten van meisjes en vrouwen. Sport is maar één element waar niet goed is over nagedacht, maar dat verstrekkende gevolgen heeft voor de meisjes- en vrouwencompetities. Het is in die zin een stap vooruit, terug in de tijd. Terug naar een tijd waarin er geen competities waren voor meisjes, omdat men de meisjes niet interessant vond. En vooruit naar een tijd waarin de sport voor meisjes gewoon niet meer interessant is. De cijfers die ik eerder noemde geven precies aan waarom meisjes en vrouwen hun eigen sportcompetities hebben. Mannen die zich trans identificeren worden niet uitgesloten van deelname aan de sport. Zij kunnen nu al meedoen in sportcompetities. In die van de mannen. Ze worden enkel uitgesloten van vrouwencompetities. En wel om soortgelijke redenen dat volwassen sporters worden uitgesloten van deelname aan jeugdcompetities. Bescherm de competities van meisjes en vrouwen. Dank u wel. De volgende spreekster is Hanneke Kouwenberg. Hanneke Kouwenberg is arts. En wij hebben 2 weken geleden al uitgebreid met Hanneke gepraat. Dat kan je allemaal terug horen in onze podcast. Zo, Hanneke! Vandaag moet ze het wat korter houden. Maar dat is ook dat gaat haar lukken. Maar enkel met moeite. Oh, jullie dappere vrouwen, jullie toffe mannen. Wat goed dat jullie hier allemaal zijn. Ik ben zo ontzettend trots op jullie. Je echt in de microfoon, helemaal dicht. Ondanks de idiotie rond de logistiek die onze grondige voorbereiding heeft doorkruist, vind ik het waanzinnig goed dat jullie hier allemaal zijn. Ik kom hier om te vertellen dat het ooit heel duidelijk was dat er 2 geslachten waren. Mannen en vrouwen. En het was ook heel duidelijk wat maakte dat iemand een man of een vrouw was. Vrouw is iemand van wie het lichaam is ingericht om zwanger te kunnen worden. Die kennis is echt ouder dan de mensheid. Niet zo oud als de mensheid, ouder dan de mensheid. Een man daarentegen kan zwanger maken, maar niet zwanger worden. Inmiddels worden dit soort feiten geframed alsof het haat zou zijn tegen een ernstig gemarginaliseerde minderheid. Nou, die gemarginale minderheid staat daar. En die moet door de politie worden tegengehouden
zodat wij normaal met elkaar kunnen praten over dit soort dingen. Even voor de goede orde, het moet echt verschrikkelijk zijn om te lijden aan genderdysforie. Om je niet thuis te voelen in het lichaam waarin je geboren bent. Niet thuis te voelen bij de manier waarop de maatschappij naar je kijkt. En daarbij is dat nog eens besterkt door het besef dat je niet echt van het geslacht kunt veranderen. Je kunt hooguit wat aanpassingen doen waardoor je mensen op het been zet waarbij je hoopt dat je inderdaad op die manier benaderd wordt die je zo graag zou willen. Maar het blijft cosmetiek. Een geslachtsverandering is onmogelijk. Veel transseksuelen, zeker die van het eerste uur, en dat zijn mensen die daadwerkelijk zo'n vermannelijking of vervrouwelijking achter de rug hebben, die beseffen dat maar al te goed. Ze zullen het onprettig vinden als je ze niet benadert als het geslacht zoals ze zo graag gezien willen worden. Maar ze zullen jou niet haat verwijten, want ze weten namelijk wat de biologische realiteit is. Ze zullen het ook geen transfobie noemen als je onderscheid maakt tussen de manier waarop mensen gezien willen worden, zoals als gender, of het daadwerkelijke geslacht. Ze zijn met andere woorden reality-based, net als wij hier allemaal. De realiteit is dat er geen wetenschappelijk onderzoek is waaruit blijkt dat transitie daadwerkelijk een kwaliteit van leven verbetering oplevert. Er zijn geen vergelijkende studies. Er is één langlopende studie waaruit blijkt dat na 10 jaar de meeste transseksuelen een knik beleven in hun welbevinden. Die gaat duidelijk achteruit. Alexander Korter zegt nog maar eens in Cicero, een Duits tijdschrift, dat bovendien 50% van de mensen die in transitie gaat uiteindelijk van meet af aan psychische begeleiding nodig heeft. Het is met andere woorden geen panacee, wat de genderactivisten ook mogen zeggen. Dat er mensen zijn die zich niet thuis voelen in de manier waarop anderen hen bejegenen is lang bekend, is niks nieuws. Genderdysforie komt voor. Dat de American Psychiatric Association heeft besloten dat niet meer als een pathologie te zien, niet meer als stoornis te willen erkennen, is niet gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek. Het is gewoon een ideologisch ingegeven besluit. En daarbij is zeer slecht nagedacht over de consequenties voor de maatschappij, maar ook voor de wetenschap. Genderklinici hebben het nu over trans girls, alsof dat een reële entiteit zou zijn. Trans boys. Laten we heel duidelijk zijn, geen mens is geboren in het verkeerde lichaam. Er zijn enkel kinderen met genderdysforie. Die kinderen verdienen de best denkbare hulp, zoals dat staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat recht wordt geschonden door de Dutch Protocol. Er is namelijk geen studie die eenduidig aantoont dat puberteitsblokkers tot een verbeterde kwaliteit van leven leiden. De Dutch Protocol, de 2 studies die gedaan zijn door de VU, zijn inhoudelijk ernstig bekritiseerd. En de studies die vervolgens in Zweden en Groot-Brittannië herhaald werden, konden geen enkel positief resultaat demonstreren. In Engeland was er zelfs sprake van een verslechtering. En dat komt allemaal nog bovenop het gegeven dat als je deze kinderen met rust zou laten, het grootste deel over hun genderdysforie zou heen groeien. Met andere woorden, een heel groot deel van deze kinderen wordt onnodig gemedicaliseerd. En als het nou over een paracetamolletje zou gaan, zou ik daar misschien niet zo ontzettend kwaad over zijn. Maar dat is niet het geval. Transitie is een proces waarbij kinderen onvruchtbaar worden. Waarbij meisjes te maken krijgen met baarmoederatrofie. Met het atrofie van het slijmvlies van hun vagina, wat tot complicaties kan leiden. En als ze dan besluiten tot een operatie, dan is dat een ingreep die niet zonder complicaties verloopt. Even voor de goede orde, een geïnverteerde penis die je hebt uitgehold en naar binnen hebt gevouwen, is geen vagina. En die functioneert ook niet als een vagina. En een falloplastiek, als die al lukt, want het overgrote merendeel gaat fout, is geen penis, maar een vleesworst die daar doelloos tussen een stel benen hangt. Als je geluk hebt en je herstelt goed, kun je er een erectieimplantaat in krijgen. Maar weet je, dan heb je dus een vleesworst met een harde staaf erin. Alsof dat een normaal en bevredigend seksueel leven geeft. Alain de Botton zei over het seks,
ooit dat de spontane fysiologische reactie in een lichaam in seksuele context wezenlijk is. Omdat mensen over alles kunnen liegen, maar niet over die respons. Deze kinderen wordt deze kans ontzegd. Dat is een vorm van ernstige mishandeling, medische mishandeling. De meeste artsen weten niet wat er speelt. Sommigen zijn zelf gekaapt door de genderideologie. Er zitten ja in mijn beroepsgroep nogal wat GroenLinksers en D66'ers die zeggen dat het recht jezelf te zijn toch het hoogste is. Laat ik er kort over zijn. Niemand in Nederland wordt dat recht ontzegd zichzelf te zijn. Waar deze wetgeving op aanstuurt, is op het opleggen van denkbeelden aan andere mensen. Waarin het van ons wordt opgelegd mannen, transidentificerend of niet, als vrouwen te accepteren. Wel nu, dat is gaslighting van staatswegen. En dat is waar ik de grens trek. Even voor de goede orde. Gaslighting kan zeer ernstige gevolgen hebben voor het mentale welzijn. Kan mensen ernstig beschadigen. En dit is waar ik de grens trek. We hebben in dit land gewetensvrijheid. We hebben in dit land meningsvrijheid. Het moet kunnen worden benoemd dat genderdysforie een psychologische stoornis is. Wat de APA ideologisch ingegeven ook mogen beweren. Het transitioneren van kinderen die met alle waarschijnlijkheid als normale, gezonde volwassenen zouden opgroeien, is een vorm van medische mishandeling en ernstige malpraxis. Jongens, meiden, vrouwen, mensen van de waarheid, het is een kwestie van tijd voor dit schandaal in zijn volle omvang zichtbaar wordt. En ik ben benieuwd wie dan durft te bekennen dat hij dit al die tijd gesteund heeft. Dankjewel, Hanneke. Wat een vuur in jouw toespraak. We hebben nu een toespraak van iemand die zelf hier niet durfde te komen staan. En Lydia gaat voor haar verhaal vertellen. Hallo allemaal. Ja, blijkbaar is het dus gewoon nogal wat om hier te komen en om je uit te spreken over je rechten als vrouw. Dus ik heb een bericht ontvangen met de vraag of ik die wil voorlezen en dat doe ik uiteraard. Van Bloempje, zo noem ik haar. Hoi Lydia, ik zag dat je op het Let Women Speak event anonieme brieven voorleest. Misschien dat dit erbij mag. Soms lees ik over de clubs en bars waar vrouwen elkaar hebben ontmoet. Ik ben 32 jaar, nu 5 jaar uit de kast. En ik heb dit niet mee kunnen maken. Het lijkt alsof ik net te laat uit de kast ben gekomen. Maar aan de andere kant van de kast stonden me alleen maar meer mannen op te wachten. Het duurde dan ook wel even voordat ik klaar was voor een relatie. Misschien heb ik te lang gewacht. Mijn verzet hiertegen heeft mij vrienden gekost. En niet dat ik er al veel had. Toen ik een community zocht waar geen plekken waren, waarvan ik zeker wist dat er alleen vrouwen kwamen, het enige wat ik daar kon vinden waren inclusieve plekken. Het voelt onmogelijk om te benoemen dat je geen enkel interesse hebt in dezelfde seks. Dat mag niet meer, zonder dat het een kwestie wordt van validatie van een ander. En dus doelwit voor aanval. Ik heb een engeltje op mijn schouder, want op magische wijze ben ik nu toch samen met de meest geweldige vrouw die ik ken. Maar het is moeilijk te bevatten dat ik in zomervakanties ben opgegroeid met de twee beste, liefste tantes die samen gelukkig waren en nu volwassen ben in een tijd waarop ik als vrouw niet ook openlijk voor een vrouw kiezen mag. Hoe kan dit? Ja, er zullen nog meer lesbische vrouwen spreken, zelf spreken, waar ik heel erg blij mee ben dat die zijn gekomen. We hebben nu voor jullie Marjan Akkermans. Zij is gemeenteraadslid van het Land van Kuik voor het Forum voor Democratie. En vertel je verhaal. Ja, welkom allemaal. Inderdaad, mijn naam is Marjan Akkermans. Ik ben 44 jaar. Moeder van 3 kinderen. Zelf heb ik ongeveer 35 jaar gevolleybald. En vandaag heb ik ongeveer 100 kilometer gereden
om hier vandaag bij Let's Women Speak te zijn. Want zo belangrijk is het voor mij. Sinds juni 2022 ben ik gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie in de gemeente Land van Kuik. Een grote agrarische gemeente met 33 kernen. Ontstaan door de samenvoeging van de oude gemeentes van Grave, Kuik, Boksmeer, Sint-Antonis, Mil en Sint-Hubert. En bij deze herindeling was de eerste aangenomen motie het worden van een regenbooggemeente. Op initiatief van de PvdA GroenLinks, de SP, de VVD, de CDA en natuurlijk D66. En met deze motie is er dus opdracht gegeven om een hele LHBTQ+ infrastructuur neer te leggen. Met 35-1 werd deze motie aangenomen. En iedereen mag zichzelf zijn. Het komt elke raadsvergadering wel een keertje voorbij. Saillant detail is natuurlijk dat wij als FVD Land van Kuik letterlijk buiten hebben gestaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, want geen QR. Hè? Je moet voldoen aan de juiste diversiteit en aan de juiste inclusiviteit. In Kuik hebben activistische ambtenaren de regenboogtrap geschilderd. Het straatbeeld wordt vervuild met deze opzichtige propaganda. Op dit moment wordt door de opgerichte regenboograad het vlaggenprotocol opgesteld. Ook als FVD Land van Kuik hebben wij een motie ingediend om terug te gaan naar de basis door alleen de Nederlandse, de Brabantse of de Land van Kuikse vlag te hijsen. Stemming wederom 35-1. En Noord-Brabant is van oudsher een katholieke provincie. Echter ook het onderwijs en Stichting OMO, ons middelbaar onderwijs, is helemaal into de regenboogcult. En ik zal u zeggen hoe diep het al is verankerd in de scholen en in de schoolleiding. Leerlingen kunnen niet meer ontsnappen aan de openbare regenboogzebra's, de Paarse Vrijdag en de honneurspunten die ze krijgen als ze in een GSA-netwerk gaan zitten. Wat ik vooral merk, is dat er heel weinig kennis is over de grote gevaren van deze cult. De medische transitie en alle gevaren die daarmee gepaard gaan. Leraren, ambtenaren en andere promotors vergeten nog steeds dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. En bij alle medische ingrepen zijn het nog altijd de ouders die meegaan naar het ziekenhuis of die 's nachts aan het bed zitten als het misgaat. En dan is er geen activistische ambtenaar of leraar te bekennen. Daarom ben ik ook zo blij dat Stichting Verzij de kennis bundelt en naar buiten brengt. En zelfs met gevaar voor eigen leven. Nog terugkomend op mijn volleybalcarrière. Hoe belangrijk het is om als vrouwen veilig te kunnen omkleden zonder mannen die ze vrouw voelen toe te laten in onze kleedkamers. Jonge meiden moeten zich rustig kunnen omkleden en beschermd worden. Bovendien maakt het de vrouwensport kapot als mannen mee mogen doen. En nou komt het. De linkse politieke flank laat ons vrouwen totaal in de kou staan. En daarom blijf ik dit grote gevaar op lokaal niveau als FVD Land van Kuik onder de aandacht brengen. Ja, heel erg bedankt Marjan. Marjan is ook erbij geweest toen het wetsvoorstel behandeld werd in de Tweede Kamer. En heel duidelijk altijd hier zich voor tegen uitgesproken. Dat ding staat te laag voor mij. Onze volgende spreekster is Marianne Driessen. En Marianne is voorzitter van de Stichting Voorzij. Ze heeft mij opgevolgd.
En ik ben ontzettend blij met haar als voorzitter van de Voorzij. Want die stichting moet doorgaan. En niet van mij afhankelijk zijn. En ja, toen ik eenmaal vrijgespeeld was, ben ik dit gaan doen. Dus volgens mij is het een ontzettende goede zet geweest. Marianne, vertel je verhaal. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. En dat jullie deze kant op kijken en luisteren. Ben ik verstaanbaar zo? Ja. Zie hier een vrouw. Ik ben Marianne Driessen. En dit is mijn zoveelste coming out. En sinds de zomer ben ik voorzitter van de stichting Voorzij. Die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. En ik sta hier vandaag omdat ik me zorgen maak. Zie hier een vrouw. Als mens van het vrouwelijk geslacht geboren in 1957. En tot een jaar daarvoor was mijn moeder als getrouwde vrouw wettelijk handelingsonbekwaam. Ze mocht geen bankrekening openen, contracten tekenen en zelfs niet reizen zonder toestemming van haar man. Zo kort is dat nog maar geleden. Al jong wist ik, dit gaat mij niet gebeuren. Die genderrol weigerde ik en als vanzelf werd ik feministe. Zie hier een lesbische vrouw die zich zorgen maakt over lesbische vrouwen die nu moeten accepteren dat er ook lesbische vrouwen met een penis zijn. Over transweduwen, vrouwen van wie de man zegt dat hij eigenlijk een vrouw is en dat zij nu dus eigenlijk in een lesbische relatie zit. Maar vooral maak ik me zorgen om het feit dat meiden niet meer gewoon jongensachtig mogen zijn. Met kort haar, stoere kleding. Maar ook het ongemakkelijke gedrag soms. En op meisjes vallen. Dan wordt hun op social media verteld en het sprookje voorgehouden dat ze eigenlijk een jongen zijn. Totdat ze het zelf gaan geloven. En ze worden dan al heel gauw in de fuik van de zogenaamde transzorg gezogen. De Radboud Universiteit zou onderzoeken waar die grote toestroom van jonge meiden naar de genderklinieken toch vandaan komt. Ik heb hun rapport gelezen. In het hele rapport komt het woord lesbisch niet eens voor. Het lijkt taboe geworden, het mag niet bestaan. En hoewel ze het antwoord op de vraag schuldig blijven, doen de onderzoekers wel de aanbeveling om de transzorg, en daarmee bedoelen ze medische transities, op te schroeven en nog meer genderklinieken te openen. Dat is de stand van de wetenschap. Ik ben de wetenschap van de biologie! Dat is geen wetenschap, dat is ideologie. Dankjewel. In Engeland is de Tavistock Kliniek, de genderkliniek voor kinderen en jongeren, juist dit jaar gesloten vanwege grote twijfels over de aanpak. En de vele klokkenluiders zeggen allemaal hetzelfde. Wij wisten eigenlijk niet waar we mee bezig waren. En in de wandelgangen ging de macabere grap rond. Als we zo nog 10 jaar doorgaan, is er geen homo meer over. En alle ondervraagden zeggen, de meisjes waren vrijwel allemaal lesbisch. Zie hier een lesbische vrouw die zich afvraagt, maar dit is toch conversietherapie? Homo-conversietherapie? En dit is toch ook volledig in tegenspraak waar het feminisme over gaat? Voor het afbreken van de genderstereotyperingen, maar niet voor het afbreken van ons lichaam. Waar zijn we in hemelsnaam beland? Het lijkt wel alsof we terug zijn bij af.
Ik kan er niks progressiefs aan ontdekken. Het is een brave new world, waarin alles in zijn tegendeel is geraakt. Vrijheid is slavernij. Zie hier een vrouw die leeft in een land waarin de vrijheid van meningsuiting in de grondwet staat. Maar in een land, maar in dit land, wordt ons het spreken onmogelijk gemaakt door onder andere deze mensen. En vrouwen die zich uitspreken, zoals wij hier allemaal, wij worden gebrandmerkt als transfoob en zelfs fascistisch. En vooral door onze eigen, mijn eigen links-progressieve achterban. Ik stemde zelf altijd GroenLinks of D66, maar dat gaat in november waarschijnlijk niet meer gebeuren. Zie hier een vrouw die zich niet meer bang wil laten maken. In de jaren 80 was ik actief in de vrouwenbeweging als docent zelfverdediging voor vrouwen en meisjes. Zoveel vrouwen maken en maakten seksueel geweld mee. Ook toen wilde ik niet bang zijn en ik wilde dat aan vrouwen leren. We werden samen sterk en we wilden de maatschappij veranderen. En maar nu wordt meisjes die worstelen met hun angsten en hun voorgeschreven vrouwenrollen voorgehouden dat ze uit hun vrouw zijn kunnen vluchten. Waarom onderzoeken we niet echt wat hen zo ongelukkig maakt? Waarom helpen we ze niet om hun de natuurlijke transitie van meisje naar vrouw door te maken? Zie hier jullie vrouwen. Vertel je dochters dat ze als vrouw alles mogen zijn. Eruit mogen zien hoe ze willen en alles mogen ambiëren wat mannen ook mogen. Of dat ze net zo klunzig mogen zijn als mannen. En dat ze ook van een vrouw mogen houden. En dat hun lichaam van hunzelf is en van niemand anders. En daarom hoeft er niet aan hun lichaam gesleuteld te worden en hoeven ze geen slaaf te worden van de medische industrie onder het mom van vrijheid. Ze zijn al goed. Dankjewel, Marjan. Onze volgende spreker is Tineke. En Tineke gaat het hebben over een lief meisje zijn. Is het goed? Ja. Hallo allemaal. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Mensen van veel politieke verschillende keuzes. En ook geweldig dat er ook enkele homo's zijn die begrijpen wat het betekent voor jonge homo's. En vooral ook de lesbiennes die, denk ik, het front zijn van ons vrouwen die last hebben van deze beweging. Dan gaat het over mezelf. Ik ben Tineke. Ik ben al 58 jaar van het vrouwelijk geslacht. Wat betekende dat voor mij als meisje? Lief zijn is het meest prijzenswaardig voor een meisje. Ik moest letten op mijn gedrag en mijn taal. Sommige woorden horen niet voor een meisje. Je moet netjes zijn. Toen ik groter werd, bemoeide iedereen zich met mijn lichaam. Is ze al ongesteld? Oh, zo, wat heeft ze een dikke kont? Oh, ze krijgt al borsten. Die van mij waren gelukkig klein, want van veel vrouwen om mij heen hoorde ik dat die borsten voor veel mannen op straat ook een reden zijn om zich met vrouwenlijven te bemoeien. Verbaal, maar ook fysiek. De straat is openbare ruimte en voor sommige mannen betekent het dat het hun ruimte is en dat ze daar vrouwen met hun kleinere en fysiek minder sterke lijven kunnen intimideren of zij kunnen duwen of zelfs kunnen toe-eigenen. Dus dat is ook iets wat je leert als jonge meid. Wees op je hoede. Ondertussen gebeurt er in je lichaam ook van alles waar je niet blij van wordt. Elke maand of zelfs vaker word je ongesteld, een boel buikpijn en een boel rotzooi. Je bent nog veel te jong om te bedenken of je ooit kinderen wilt. Maar je lijf is er voortdurend mee bezig. En voor die rotzooi moet je je er ook nog schamen ook. En niet alleen voor die rotzooi. Je hoeft er maar ergens terecht boos over te worden. Of al je onbehagen werd afgeserveerd met... Oh, is het weer die tijd van de maand? Terwijl dat natuurlijk meestal niet zo was. Later kan er met de komst of het uitblijven van de menstruatie opluchting of ook wanhoop komen. Ik denk dat alle vrouwen dit allemaal min of meer herkennen. Ik kreeg pas later, toen ik kinderen kreeg en zelf borstvoeding kon geven, bewondering voor de geweldige lijven die wij vrouwen hebben.
Al leidt een zwanger lijf ook weer tot veel ongevraagde bemoeienis. We leven nu in bijzondere tijden. We mogen niet meer over deze dingen spreken als vrouwenzaken. Want er zijn kerels die van alles menen te voelen, behalve de dingen die ik zojuist beschreef, en daar de conclusies uit trekken dat ze vrouw zijn. En die raken van slag als wij zeggen, wel nee, zo'n lijf heb jij helemaal niet. En blijf uit onze ruimtes. En de gevoelens van mannen, zo leren we als meisjes al, zijn toch altijd net iets belangrijker dan de onze. Cijfer jezelf weg, offer je op, spreek niet te luid, dat klinkt je schel. Maak jezelf klein en onzichtbaar. Dat zijn vrouwelijke deugden. Behalve dan voor die zogenaamde transvrouwen, want ook die verwachten onze inschikkelijkheid. En eisen onze woorden en ruimtes op. En ze vinden dat wij, dat wat zij zelf te zeggen hebben, altijd belangrijker dan wat wij zeggen. Zelfs voor we uitgesproken zijn. Of zelfs maar gesproken hebben. Ze nemen onze klachten niet serieus. Ze hoeven niet naar ons te luisteren. Dus schreeuw en toeter maar door ons heen. Als wij vrouwen spreken, dat seksisme zijn we ons hele leven al gewend. Jullie staan in een lange traditie van mannen die vrouwen de mond willen snoeren. Noem ons heksen, noem ons stomme wijven of turfs en helemaal ziek nazi's. Hoe harder jullie over ons heen willen schreeuwen, hoe duidelijker het is dat wij de betere argumenten hebben. Nee, mensen kunnen niet van geslacht veranderen. Nee, een man kan zich niet een vrouw voelen, want al het bovengenoemde heeft hij niet meegemaakt. En nog zoveel meer. We zijn vrouwen met vrouwenlijven en we hebben recht op onze eigen ruimte en woorden. Ja, we zijn vrouwen en we hebben recht op onze eigen woorden en onze eigen ruimte. De volgende spreekster is Annette Woet. Die heeft een heel apart onderwerp waar we eigenlijk eerder niet aan hebben gedacht. Zeg het zelf maar. Ja, dames en heren, mijn naam is Annette Woet. Je moet echt helemaal de microfoon kussen. Okay. Zo. Mijn naam is Annette Woet en ik spreek namens het comité Orgaandonatie Alert. U denkt natuurlijk, wat moet dat hier? Nou dames, u bezet een orgaan dat de mannen graag willen hebben. En dat is de baarmoeder. De meeste vrouwen zijn geboren met een baarmoeder. Een aantal vrouwen niet. En tegenwoordig is de medische wereld in staat om een baarmoeder te transplanteren naar een andere vrouw. Die vrouw, meestal gebeurt dat bij een levende donatie en dat wordt in goed overleg afgesproken. De vrouw die de baarmoeder ontvangt moet wel zware medicatie slikken om te zorgen dat de baarmoeder niet wordt afgestoten en het kindje krijgt dat allemaal mee. Maar het gaat in overleg met elkaar. Dan komen we nu bij de huidige situatie. Er zijn mannen die begeren de baarmoeder. Op dit moment is het nog niet goed mogelijk. Maar wat nu niet is, kan morgen wel gebeuren. Baarmoeders worden ook bij de vrouwen geoogst na het zogenaamde overlijden. U bent helemaal niet overleden hoor, u bent alleen maar voor de wet doodverklaard. Maar dat is een klein verschil dat ik het niet over ga hebben. Vrouwen, als mannen een baarmoeder willen hebben, is dat hun keus. Maar wilt u wel dat uw baarmoeder in een mannenlijf wordt geplaatst? Daar kunt u wat tegen doen. En dan moet u zelf het besluit nemen om nee te vermelden in het donorregister. Nee is absoluut noodzakelijk. Denk niet, ik laat een ander voor mij beslissen. Misschien heeft u helemaal niets ingevuld. Dan staat er dat u geen bezwaar heeft. Het kan dan een keer zijn dat u in het ziekenhuis ligt en dat u in een zwaar coma ligt en dat een arts aan uw familie vraagt, mogen wij van uw moeder of wie er dan ook is, de baarmoeder verwijderen om die voor transplantatie te gebruiken. Ja, en u kunt dan niets meer vertellen, want u ligt in coma en u bent niet in staat om de omstanders te bereiken. Het is daarom van groot belang dat als u niet wil dat uw baarmoeder naar een mannenlijf gaat, dat u absoluut nee plaatst in het donorregister. Dat was mijn korte boodschap.
Wilt u meer weten over het overlijden? Ik heb een brochure bij me en die kunt u zo ophalen. Dames en heren, ik wens u veel wijsheid. Dankjewel Annette, ik had er zelf niet bij stilgestaan dat het zomaar zou kunnen dat je baarmoeder in een man wordt getransplanteerd. Waar het natuurlijk nul en geen alle waarde heeft. En hooguit een kind een heel klein tijdje in zou kunnen bivakkeren, maar nooit volgroeid raken natuurlijk. Ja, de tegenpartij is, begint al te dunnen, eerlijk gezegd. Ze hebben hun goed in de zon gezet en wij staan lekker in de schaduw met elkaar. Dat is dan het enige wat de gemeente wat dit betreft goed heeft gedaan. Onze volgende spreekster is Renske. En Renske gaat het hebben over taal. Daar heeft ze al eerder de toespraak over gehouden. Renske is daar echt in gespecialiseerd om daar goed over na te denken. Wat er nou de betekenis is van taal. En hoe wij in de war raken als onze woorden worden gebruikt voor iets wat ze niet zijn. Ga je gang. Hallo Team Reality. Het is zo absurd om hier te... ik kan niet lezen. Het is zo absurd om hier te moeten staan met elkaar om onze rechten te verdedigen. Het is zo absurd dat wij weer... Na eeuwen waarin mannen bepaalden dat bescheiden zwijgen het meest passend was voor vrouwen, tot stilte worden gemaand. Door mannen met belangen, maar dan met een andere naam. Want de grote constante in dit verhaal is dat alles een andere naam of een ander woord krijgt. Eentje die de cult meer behaagt. Als vrouw worden we non-mannen genoemd. Mensen die menstrueren. Individuen met een baarmoedermond. Lichamen met vagina's. Maar ook de vagina zelf wordt vakkundig uitgewist door bijvoorbeeld fronthole te noemen. Het blijft heel apart dat een cult die zo vaak zegt dat het niet om genitaliën draait en niet om seksen maar om gender toch zo plastisch en op zeer denigrerende manier onze lichaamsdelen en functies weet te benoemen. En de mannen blijven uiteraard buitenschot. Die blijven mannen genoemd worden. Want die dubbele standaard, dat is de andere rode draad in dit verhaal. En ze weten ook de meest walgelijke namen te verzinnen voor ons. En hierdoor krijgen ze het voor elkaar als ze bijvoorbeeld roepen kill the turfs. Niet beschuldigd te worden van vrouwenhaat door de rechtsinstituten, universiteiten en politie. Die totaal verblind zijn en overgenomen door deze cult. Nee hoor, ik zei turf, ik zei niet vrouw. Een andere tactiek is het woord vrouw of meisje überhaupt niet te gebruiken. Dat is waar Millie Hill onlangs tegenaan liep. Zij is een Britse auteur. Heeft heel veel boeken geschreven over specifiek vrouwenzaken zoals zwangerschap en menstruatie. Zij werd geïnterviewd over iets uitgesproken vrouwelijks. Namelijk menstruatie en het stigma dat daarop rust. Millie gebruikt het woorden vrouw en meisje volop. Maar in het uiteindelijke stuk... Waren de woorden verwijzend naar ons geslacht verdwenen. We werden niet genoemd of er werd bijvoorbeeld mensen van gemaakt. Dat was in een stuk dat gefinancierd werd door Always, een maandverbandfabrikant. Always wil dus menstruatie destigmatiseren en doet dat door de vrouwen die menstrueren niet te noemen. Maar het zijn vrouwen die gestigmatiseerd worden omdat ze menstrueren. Het zijn vrouwen die in menstruatiehutten worden opgesloten. Het zijn vrouwelijke sporters die moeten dealen met de combinatie sport en menstruatie en die daar regelmatig zeer impertinente vragen over krijgen. Het zijn vrouwen die buitengesloten worden van bepaalde religieuze ceremonies als ze ongesteld zijn. Het zijn vrouwen die worden toegedicht in sommige landen of culturen dat ze ongeluk brengen als ze menstrueren. Maar nee, we moeten menstruatie destigmatiseren. En die trein dondert maar door. Waarin het ineens als correct en inclusief wordt gezien om ons niet te noemen. Waarin de heersende politiek, media en instituties
niet zien dat ze vrouwen opzadelen met een vreselijk lasterpakket. Want als je er blijkbaar niet genoeg toe doet om genoemd te worden, hoe kun je dan voor jezelf opkomen dat je er wel toe doet? Laat je geen rad voor ogen draaien. Dit alles gebeurt niet vanwege inclusiviteit. Het is knap gespeeld dat mensen dat denken, maar die mensen worden bespeeld. Het is omdat de van oudsher grootste groep van mannen die menen dat ze vrouw kunnen zijn, eigenlijk best wel weet dat ze dat nooit kunnen worden. Maar de obsessie blijft. En het narcisme blijft. En de jaloezie naar vrouwen toe, dat zij het wel zijn, blijft. En dus de enorme behoefte aan validatie blijft. Daarom is alles erop gericht dat juist zij vrouw worden genoemd en wij in taal worden uitgewist. Datgene wat veel vrouwen willen ontvluchten aan het vrouw zijn, het geobjectiviseerd worden, het alleen maar gewaardeerd worden om je uiterlijk, het gereduceerd worden tot versierseltje, is voor veel van dat soort mannen juist heel aantrekkelijk. Seksistischer kun je het niet hebben. Deze cult is gebouwd op de objectificatie van de vrouw. En het wordt hoog tijd dat dit bouwwerk met donderend geraas omvalt. Wij waarderen het niet als ding gezien te worden. Wij waarderen het niet dat onze safeguarding wordt geërodeerd. Wij waarderen het niet dat kinderen ongehinderd verminkt mogen worden. Wij waarderen het niet dat lesbiennes piemels moeten accepteren. Haar penis, rot toch een eind op! En hiermee zijn we aangekomen bij de taalleugen die misschien wel het vaakst gebruikt wordt. En dat is die van de persoonlijke voornaamwoorden. Die mensen de laatste jaren lijken te kunnen bezitten. Ja, ja. Onlangs werden ik en een aantal andere vrouwen die kritisch op genderidentiteitsideologie zijn, geblokt door een prominente schrijver die zelf ook kritische stukken heeft geschreven over deze ideologie. Hij vond ons namelijk niet aardig, onbeleefd en kinderachtig, omdat wij naar een man die zegt te functioneren als vrouw, ga dat maar eens lekker definiëren, niet verwezen met zij en haar. Ik wil namelijk uitgaan van de materiële realiteit en dus van iemands geslacht en niet van iemands wens of waan. En wat aardig is, is verdomd subjectief. Op Twitter staan de bio's vol met be kind. Zeker de bio's van mensen die menen dat je geslacht kan veranderen. Maar hun definitie van kindness is vaak niet de mijne. Wat de bedreigingen en het geweld naar kritische vrouwen duidelijk laten zien. De vraag is dus, voor wie is het nou zoveel aardiger om een man zij en haar te noemen? Is het aardig en beleefd naar die man toe om hem te valideren in iets dat een leugen is? En is het aardig naar vrouwen toe die zich steeds onveiliger gaan voelen in hun seksspecifieke voorzieningen om te doen alsof mannen ook deel kunnen uitmaken van die categorie? Is het niet veel volwassener, accurater en compassioneler om deze tijden van leugens over de materiële realiteit te gaan staan voor die realiteit? Hoeveel tegenwind dat ook mogen opleveren. Bepaal de woorden en je baalt het debat. Dus laat je niet je woorden kapen. Noem vrouwen vrouwen, noem mannen mannen. Stop met het getrans. Er bestaat geen transitie van de ene sekse naar de andere. En liegen kost sowieso veel te veel geheugencapaciteit. Wees een baken van helderheid in een zee vol leugens. Dankjewel Renske. Een zee van leugens. De overkant zwemt erin. Onze volgende spreekster is Leontien Bakermans. Leontien is apotheker en Leontien heeft zich zeer uitgebreid verdiept in de consequenties van puberteitsblokkers en andere medicatie, crosshormonen, waar onze vooral lesbische meisjes en homoseksuele jongens getraumatiseerde kinderen mee te maken hebben als ze zich tot de genderkliniek wenden. Dankjewel.
misschien wel uitgebreid in verdiept, maar ik heb maar nu maar een korte samenvatting gemaakt. Ik ga je in de microfoon duwen. Mensen vragen mij vaak van geslachtsverandering, als je met jezelf in de knoop ligt, hoe gaat dat nou? Nou, dan kan het kort zijn, dat gaat niet. Je kunt je geslacht niet veranderen. Het geslacht wordt niet bepaald bij de geboorte, maar wordt vastgelegd bij de bevruchting in je chromosomen. XX voor een meisje, XY voor een jongen. Dat zit in iedere cel en dat is onveranderbaar. Maar wat doen die puberteitsremmers dan? Nou, die stoppen de puberteit en ze stoppen ook de seksuele ontwikkeling. Maar ze hebben ook een aantal nog andere vervelende bijwerkingen. Ze voorkomen dat de botdichtheid niet op zijn maximum komt. Zodat als je later ouder bent, je last krijgt van broze botten en een hoger risico op botbreuken. Ze hebben ook invloed op alle organen die zich ontwikkelen onder invloed van geslachtshormonen, waaronder ook de hersenen. Ze geven stemmingswisselingen, opvliegers, vermoeidheid. Je krijgt er dus nog een probleem bij. Maar wat de risico's zijn voor de lange termijn, dat is nog veel nader, dat is eigenlijk onbekend. Deze middelen zijn helemaal niet geregistreerd voor deze indicatie. Ze worden off-label gebruikt. Maar ja, er wordt toch gezegd, je kan er toch mee ophouden als je er geen zin meer in hebt. Ja, dat is inderdaad in principe mogelijk. Maar het blijkt dat in de praktijk praktisch iedereen ermee doorgaat. Er wordt geredeneerd dat het nemen van zo'n puberteitsremmer de tijd geeft om even goed na te denken wat je nu eigenlijk wil. Maar de hersenen van die tieners die zijn nog helemaal niet ontwikkeld om zo'n beslissing te kunnen nemen. Dus het nadenken heeft ook niet zoveel zin. Vaak hoor je van mensen die spijt hebben. Ik was te jong om te begrijpen wat ik eigenlijk heb gekozen. Maar ja, als je eenmaal dus met die puberteitsremmers bent begonnen, dan is het een opstapje naar de volgende soort middelen, de crosshormonen. Dat zijn dus de hormonen, de geslachtshormonen van het andere geslacht. En die moet je je hele leven innemen. En die hebben ook ernstige risico's. Het is bekend van oestrogenen dat ze kankerverwekkend zijn. En trombose kunnen veroorzaken. Testosteron en oestrogenen verhogen het risico op hartaanvallen en beroertes. En ook hiervan zijn de lange termijnen niet bekend. En ook hier, deze middelen zijn niet geregistreerd voor deze indicatie. Wel een risico op blijvende onvruchtbaarheid. Maar crosshormonen zijn die ook omkeerbaar. Kijk, daar kunt u ook mee stoppen. Maar een aantal dingen zijn niet meer om te keren. Je stem gaat omlaag, je krijgt nooit meer je eigen stem terug. Baardgroei gaat ook niet zomaar weg. Mannen krijgen borsten, die gaan ook niet zomaar weg. En dus langdurig gebruik, risico op onvruchtbaarheid. Dus je geeft hele krachtige medicijnen met ernstige risico's, onbekende lange termijn effecten, die hiervoor niet geregistreerd zijn, aan kinderen met psychische problemen en hersenen die nog niet voldoende ontwikkeld zijn om hierover te kunnen beslissen. We moeten dus zoeken naar andere manieren om mensen met genderdysforie te behandelen. Volgens beroemde psychiaters, maar ook en psychologen, ook hier aanwezig, moet niet het lichaam wat in de knoop zit aangepakt worden, maar moeten de psychische problemen die knoop veroorzaken aangepakt worden. Als de normale puberteit doorlopen wordt, gaat de genderdysforie met 80-95% van de kinderen gewoon over. Behandel dus niet het lichaam, maar behandel de mind om het eigen lichaam te accepteren. Nu nog eventjes iets voor ouders met kinderen in schoolgaande leeftijd. Ben je nu het nieuwe schooljaar weer eens begonnen, naar de school gegaan om te vragen naar de lessen op het gebied van diversiteit? Doe dat eens en informeer hoe ze hierin staan. Neemt de school genderidentiteit als leidend? Heeft de school
soms genderneutrale toiletten. Met andere woorden, kan je dochter nog in alle privacy naar de wc. Vraag of je het lesmateriaal kan inzien. Vraag ook wat voor leesboeken er gebruikt worden. Houd de schooltelevisie in de gaten. Vraag of de onderwijzers en leraren het genderdoelboek gebruiken. Hierin wordt de school opgeroepen jeugdzorg in te schakelen als ouders niet meegaan in de transwens van hun kind. Wees alert op mooie praatjes van de school. In de docentenhandleiding van Rutgers staan trucs om ouders buitenspel te zetten. Het introduceren van diversiteitslessen van jonge leeftijd brengt namelijk de normale identiteitsontwikkeling in gevaar. Jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens hoeven helemaal niet transgender te zijn. Jongeren worden in verwarring gebracht en op een verkeerd spoor gezet. Ze zijn nog niet volwassen genoeg om de risico's in te schatten. En bovenal, bereik je kinderen voordat genderactivisten dit doen. Bouw een goede band op met je kind en bevestig ze in hun vrouw of man zijn. Dankjewel. Dankjewel, Leontien. Ontzettend belangrijk dat ouders hun kinderen beschermen tegen de trans-ideologie op school. En dat ze hen bevestigen in hun man of vrouw zijn, meisje of jongen zijn. Dus dat we niet meegaan in het idee dat ze van het andere geslacht zouden kunnen zijn. Onze volgende spreekster is Roelien den Oude, feministe, psychologe. Doe ik het verkeerd? Je bent toch Roelien of niet? Hè? Oh, doe ik het verkeerd? Ik doe het verkeerd. Ik ga het overnieuw doen. Ja, sorry hoor. Marieke den Oude. Sorry. Volgens mij lijken jullie een beetje op elkaar. De volgende spreekster is Marieke den Oude. Zij is de vrouw die Van Ginneke heeft aangesproken op ik zeg gewoon zijn. Jij zegt misschien haar, maar ik zeg gewoon op zijn standpunten rond transgenderisme. En de verschrikkelijke uitspraak dat vrouwen toch wel verkracht worden. Dus dat we dan mannen ook wel bij hen in de kleedkamer kunnen laten. Zij heeft daar brieven over geschreven, hem uitgedaagd tot een gesprek. Uiteraard is daar niet op ingegaan, want het is gewoon een gigantische loveback. Hij heeft mij ook al een aantal keren geweigerd om bij een televisieprogramma te komen als ik er zou zijn. Ga je gang. Ik ben Marieke den Oude. Ik ben feministe, biologe, psychologe, onderzoeker en consultant. En vrouw en moeder. Ik wil het hebben over seksen, seksenstereotypen, vrouwenstrijd en een klein beetje over gender. Wil je echt heel erg vet in de microfoon? Zolang als ik me kan herinneren heb ik mij verzet tegen wat wel en niet kan voor jongens en meisjes. De seksenstereotypen. Ik deed de B-kant op school, allebei. Ik was dol op de kleur blauw, was jaloers op de trein van mijn broertje, had niets met make-up en droeg vooral broeken en t-shirts. Vanaf mijn 14e was ik Donna Mina en feministe. En dat is ruim een halve eeuw. We hebben als vrouwen gevochten tegen seksenstereotypen. Tegen seksendiscriminatie. Tegen dat kun jij niet als meisje. Dat is niet voor jou. En voor een neutrale kinderopvoeding waarbij kinderen niet worden beperkt op basis van hun seksen. We hebben ook gevochten voor abortus, voor vrouwenopvanghuizen, voor goede vrouwengezondheidszorg. Voor kinderopvang. En voor vrouwenstudies aan de universiteit, want vrouwenlichamen en vrouwenlevens werden nauwelijks bestudeerd. En daarom werden bijvoorbeeld vrouwen met hartaanvallen niet goed behandeld. We vochten tegen ontslag als je zwanger werd, voor het verlengen van tijdelijke onderzoekscontracten als je beviel en voor het mogelijk maken van het geven van borstvoeding op je werk. Ook vochten we tegen de positie van de man als hoofd van het gezin. We regelden die zaken die vooral of alleen voor ons vrouwen belangrijk waren, maar we verzetten ons tegen seksenonderscheid daar waar het niet belangrijk en juist beperkend was. Want wij zijn in de eerste plaats mens. Wij hebben
hebben als vrouwen ervaren wat het betekent om een vrouwenlichaam te hebben dat eigen behoeften heeft, maar ook om er door je omgeving voortdurend op te worden aangesproken. En dat is wat Simone de Beauvoir bedoelde toen ze zei: je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Ze bedoelde: je wordt geboren met een vrouwenlichaam en zo gauw als dat bekend is, dat was in haar tijd na de geboorte, tegenwoordig is dat voor de geboorte. En dat is de reden dat in bepaalde dorpen in India geen meisje meer geboren wordt. Vanaf het moment dat duidelijk is dat jij vrouw bent, word je anders behandeld. Er wordt van alles van je verwacht. Hoe je je gedraagt, dat je volgzaam bent, dienstbaar aan je man, geeft om je uiterlijk en niet om filosofie, wetenschap of carrière. Altijd de tweede sekse, na de man. Je wordt in die rol geduwd, het seksenstereotype. Sois belle et tais-toi. Niet alleen dat maatschappelijke seksenstereotype beïnvloedt ons leven, maar ook ons lichaam. Vrijwel elke vrouw kent het gevoel van een beginnende menstruatie. De krampen. De angst om het eind van je werkdag niet te halen met die paar tampons die je nog resten. De angst om door te lekken. Vrijwel elke vrouw kent de angst voor een vriend die te ver gaat. De angst voor een vreemde op straat. Het nafluiten, het nasissen, de achtervolging, de handtastelijkheden. 1 op elke 10 studenten wordt verkracht. Het is het zwakke lichaam, het zwakkere lichaam van de vrouw waar wij mee te maken hebben. Maar veel moeders kennen ook het gevoel van oerkracht bij de bevalling. De verbinding met je kind als je het de borst geeft. Het toeschieten van de melk als ergens een wildvreemde baby huilt. Dat zijn ervaringen die zijn voorbehouden aan vrouwelijke lichamen. Vrouwenlichamen. Vrouwenlichamen zijn anders dan mannenlichamen. Met eigen ervaringen, eigen mogelijkheden en eigen behoeften. Ik gun iedereen de vrijheid om te zijn wie hij of zij wil zijn. En ook te geloven wat zij of hij wil. Leven en laten leven. Je mag denken dat je Bonaparte bent. Dat God bestaat. Dat de maan van Kaas is. Dat er 100 genders zijn. Of dat je het verkeerde lichaam hebt. Maar bij de inrichting van de maatschappij, bij opleidingen en bij zorg is die ruimte er niet. Dan dienen we uit te gaan van feiten. Er zijn 2 seksen. Mannenlichamen, vrouwenlichamen. Dat moet kunnen worden benoemd waar het relevant is. Er is geen genderspectrum. Soms gaat op chromosomaal of hormonaal niveau iets mis bij of na de bevruchting. En de meeste van die embryo's die zijn niet levensvatbaar en die zullen gewoon worden geaborteerd. En sommige worden wel met chromosomale afwijkingen geboren. En in 1 op de 5000 gevallen leiden die problemen tot enigszins onduidelijke seksenkenmerken bij de geboorte. Alleen de productie van eicellen of zaadcellen is binair verdeeld en vrijwel alle overige als vrouwelijk of mannelijk beschouwde eigenschappen zijn overlappende normaalverdelingen. Of scheve 2x2 verdelingen. Met soms grote seksenverschillen, bijvoorbeeld bij sprintkracht zoals we hoorden, of bij het percentage moordenaars. Door hun verschillende lichamen hebben vrouwen en mannen andere behoeften en andere mogelijkheden. De UN erkent dat vrouwen een verschillende behandeling nodig hebben voor hun veiligheid. Vandaar de behoefte aan vrouwenruimte, bijvoorbeeld vrouwengevangenissen. 2 seksen, maar miljarden mogelijkheden om vrouw of man te zijn. Mijn generatie kende Fabiola, een man die als een prachtig zilveren kunstwerk hooggehakt over straat liep in Amsterdam. Of Maarten het Hart, die ervoor uitkwam zich graag als vrouw te kleden, Maartje. In de homoscene van Amsterdam waren er veel fraai uitgedoste mannen, de paradijsvogels, die zich presenteerden als extreem hypergeseksualiseerde vrouwen. Geen probleem, wees wie je wil zijn, vrijheid voor iedereen. Maar jouw vrijheid eindigt waar die van anderen begint. Dus, geen mannenlichamen in vrouwensport. In vrouwenkleedkamers. In lesbische dating apps. Geen eisen dat anderen met je meegaan in het beeld dat iemand eigenlijk tot de andere sekse behoort. Geen verplichte voornaamwoorden in ondertekeningen.
En over de transgenderwet wil ik kort zijn. Die verwart biologie met gevoel. Of eigenlijk met een dwanggedachte. We kennen een seksenaanduiding en die is relevant, bijvoorbeeld voor zorg en onderzoek. En als je door een bepaalde organisatie graag als de andere seks wilt worden aangesproken, zou het moeten kunnen. Maar je seksen blijft bij jou. Die staat in elke cel van je lichaam. En die blijft dus in de administratie van je gemeente. Over gender, niet iedereen heeft het gevoel van gender. Als vrouw voel je je niet op elk moment van de dag echt vrouw. Je voelt je meestal gewoon mens. Maar je weet en je ervaart dat je vrouw bent door je lichaam en door de maatschappij. En dat is iets totaal anders dan het gevoel van vrouw te zijn, dat als vrouw identificerende mannen hebben en wat zij hun gender noemen. Dat is niet zozeer een gevoel, maar het is een dwanggedachte en dat zetelt in hun hoofd en niet in hun lichaam. En het kan morgen anders zijn. Het gendergevoel is fluctuerend en is geen basis voor wetgeving. Tot slot. Antifascisten die anderen het recht op meningsuiting niet gunnen, hebben een verkeerde naam. Zij zijn zelf tot fascisten geworden. Niet meer antifa, maar fa. Fascisten zijn mensen die andere meningen willen verbieden en de gedachten van alle burgers wilden controleren. De gedachtenpolitie. Daar gaan wij niet in mee. Wij hebben recht om ons uit te spreken. Dankjewel voor die geweldige toespraak. Echt super. Ja, ik ga gewoon naar de overkant. Kan jij komen? Ja. Jij bent wel Roelien, toch? Ik ben wel Roelien. Ja, en Roelien vroeg mij op het laatste om nog even, toen ze hier kwam, mag ik ook even wat zeggen? Nou, daar zijn we voor. Roelien is GZ-psychologe en ze werkt ook in de geestelijke gezondheidszorg. Dankjewel, Caroline. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Dank je. Ik werk dus in de gezondheidszorg en ik wil eigenlijk vertellen hoe ik de laatste jaren in aanraking ben gekomen met het hele fenomeen van transgenders in de zorg. Want ik heb dat vooral gemerkt als ik supervisanten had en die vertelden dan, oh, ik heb een cliënt, die behandel ik voor autisme, depressie, whatever. Ja, oh ja, en die zit ook nog in een traject bij de transgenderkliniek. En dat waren dan twee totaal verschillende dingen. Dat was iets waarvan ik me afvroeg, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Hoe kan je überhaupt zeggen dat iemand transgender is als dat soort factoren nog niet goed bekeken zijn? Want misschien, dat weten we, grijpen autisten bijvoorbeeld naar, oh, misschien ben ik wel trans, want ik voel me hier niet thuis, ik hoor nergens bij. En ja, daar is dus geen differentiaaldiagnostiek geweest. Dat was het eerste wat mij opviel. Het tweede wat mij opviel was uiteraard dat mijn collega's, veelal jongere collega's, daar niet zo goed weg mee wisten. Hoe dat nou eigenlijk, wat ze daar eigenlijk mee moesten. Ze gingen erg makkelijk mee in het verhaal van de cliënt. Überhaupt zien we dat vaker in de zorg de laatste jaren. Iemand meldt zich met, ik heb ADHD of ik heb autisme. Oké, dan behandelen we je daarvoor. Dat is zeker als het om zulke problematiek gaat als transgender, als denken transgender te zijn. Dat is dan zeker heel kwalijk. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Er moet ook meer explorerend gekeken worden naar welke factoren er allemaal zouden kunnen spelen. Goed, dat was dus eigenlijk een jaar of 5 geleden zo mijn eerste kennismaking met het hele probleem. Ik ben toen wat verder gaan zoeken in de literatuur. Er was niet veel te vinden uiteraard. Ik heb me verdiept in het Dutch model, waar iedereen altijd zo over roept. Nou, er is al door verschillende mensen wat over verteld, dat het echt helemaal niet goed is. Dat de onderzoeken waarop het gebaseerd is, dat zijn er maar 2. En die zitten erg onzorgvuldig in elkaar. Degene die daar wat meer over zouden willen weten, raad ik aan om te luisteren naar de aflevering van A Wider Lenspot. Waar 2 psychologen de mensen die achter het Dutch model zitten interviewen.
namelijk Steensma en De Vries. Dan hoor je uit hun eigen mond wat er aan de hand is. Echt, überhaupt, even terzijde, maar dat hele wider lenspot, daar vind je ontzettend veel informatie in over alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld kinderen die trans zijn, volwassenen die trans zijn, onderzoeken die daarover gaan, therapeuten die zich daarmee bezighouden. En voor mij was het een uitkomst dat ik dat uiteindelijk vond. Niet 5 jaar geleden, toen bestond het nog niet. Maar ik had in Nederland had ik ook niemand bij wie ik mij aan kon sluiten. Niemand die met dit soort dingen bezig was vanuit de zorg. Ik kom zelf ook vanuit de vrouwenbeweging, net als Marieke den Oude. Dat is een beetje dezelfde soort achtergrond die wij hebben. Ik was gewend om wat meer na te denken over waar bepaalde vraagstukken vandaan komen en welke belangen er eventueel spelen. En ik zag ook in die hele transzorg dat daar op een bepaalde manier naar vragen werd gekeken die slecht uitpakken voor onder andere vrouwen, voor kinderen, voor mensen die kwetsbaar zijn om de een of andere reden. Of het nu door eigen innerlijke psychische problematiek komt of door een slechte opvoedingssituatie of een situatie van huiselijk geweld. Daar is nu helemaal geen aandacht voor binnen de hele zorg. Goed, dat was zoals ik begonnen ben en de laatste jaren ben ik me steeds meer bezig gaan houden met het lezen van literatuur die in steeds grotere mate gelukkig aanwezig is. Het volgen van podcasts inderdaad. Webinars en ik ben ook geweest naar verschillende bijscholingen. Eentje in Nederland die bijna hilarisch zou zijn als het niet zo ernstig was. Dat was een bijscholing van een vereniging van psychiaters, waar ook andere mensen die in de zorg werken welkom zijn. En die ging dan over transgenderzorg. Die hele avond ging alleen maar over het bloederige beelden over hoe een vaginaplastie eruit zag of een falloplastie. En er werden dingen gezegd over bijvoorbeeld DSD waarvan ik wist dat ze niet klopten. Dus ik stelde dat aan de orde in een vraag. Nou, ik werd direct terecht gewezen. Dus ook de psychiatrie, de Vereniging van Psychiaters blijkt al een beetje vergeven te zijn van mensen die helemaal meegaan in dat verhaal van dat een geestelijke afwijking met fysieke middelen moet worden opgelost en hebben een heel beperkte visie op wat de literatuur daarop is. Goed, dus even op mijn briefje kijken wat ik nog meer op mijn lijst had staan. Het Nederlandse model dat is dus geëxporteerd naar van alles en nog wat, waar het vaak nog slechter is uitgevoerd dan in Nederland, kunnen we wel stellen. In Amerika zijn er meisjes van 13 die hun borsten kwijt zijn. Dat gebeurt hier niet, gelukkig. In Amerika wordt bijvoorbeeld ook, misschien hebben jullie al gehoord van Jess Jennings, het hele medische transverhaal op tv, zelfs in de operatiekamer, wordt dat als materiaal gebruikt voor een soort soap, zou je kunnen zeggen. Goed, als ik nog even kijk dan naar wat ik verder zelf aan scholing heb gehad. Ik ben gelukkig, mag ik wel zeggen, naar Killarney gegaan een paar maanden geleden. En Killarney was een bijeenkomst van Genspect. En Genspect is een organisatie, een internationale organisatie, die gelukkig heel andere uitgangspunten heeft. En die wel vindt dat mensen die problemen hebben met hun gender, dat die met in een psychologische behandeling behandeld moeten worden. En dat er niet direct gegrepen moet worden naar een medische transitie. En dan zeker niet als het gaat om jonge kinderen. Nou, dat was een zeer inspirerende bijeenkomst, kan ik jullie vertellen. Overigens zal er eind van het jaar, dus over een maand of twee, weer een andere bijeenkomst worden georganiseerd. Deze keer in Amerika, ik weet niet of ik dat ga redden. Maar ik kan iedereen die bezig is met dit onderwerp en zeker ook therapeuten of onderzoekers aanraden om daarheen te gaan. Al met al is de situatie wel veranderd bij zoals ik het een jaar of 5 geleden aantrof. Ik ken mijn literatuur, die staat in de boekenkast. Ik heb mijn webinars, ik heb mijn intervisie voor mezelf een beetje geregeld.
Maar ik zou het heel fijn vinden als ik dat ook wat meer in Nederland zou kunnen regelen. Op dit moment is er vrij weinig. Hoewel ik wel vandaag heb gehoord dat er ergens een netwerkje is die zich daarmee bezighoudt. Maar iedereen die daarin geïnteresseerd is, spreek me straks even aan. Want ik zou daar graag nog veel meer mensen bij willen betrekken. Ik zou eigenlijk nog een hele tijd door kunnen gaan, maar dat gaan we dus niet doen. Je bek ja hoor. Want wat er te vertellen is over de internationale vereniging die zich bezighoudt met de standaarden van zorg voor transgenderzorg, dat is zo afschrikwekkend. Nou ja, er zou een heel tv-programma aangeweid moeten worden eigenlijk. Dus dat houden jullie nog te goed voor een andere bijeenkomst. Oké. Ja, dankjewel Roelien en van harte welkom om op de volgende bijeenkomst over de W-Path te spreken. Die eunig als een gender hebben uitgeroepen. Hoe krijg je het verzonnen dat je dus een gecastreerd man als een gender uitroept? Dankjewel Roelien. En als er dus mensen kijken, therapeuten, psychologen, psychiaters, naar deze aflevering kijken, kunnen ze ook gewoon mij even een berichtje sturen op Twitter of naar caroline@provrouw.nl een berichtje sturen, zodat ik jullie bij elkaar kan brengen. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat therapeuten hier meer vanaf gaan weten, dat ze zich er echt in gaan verdiepen, dat ze niet blind meegaan met kinderen die opgefokt zijn door internet en die allemaal dingen hebben, ja, een heel protocol hebben geleerd om medicatie voor elkaar te krijgen en hun therapeuten voor de gek te houden. Ik heb nog een Roelien voor jullie. En deze Roelien gaat het hebben over eigenlijk het opheffen van de strafbaarheid van exhibitionisme en voyeurisme. Want dat is het gevolg als iedere man zich kan veranderen in vrouw zonder enige controle en zonder enige arts te bezoeken, dan gaat hij dus met piemel en al in de vrouwenkleedkamer. En vrouwen kunnen er niets meer aan doen. Roelien. Dames en heren, vrouwen en mannen. Net zoals Caroline al zei, wil ik het hebben over het legaliseren van travestie en exhibitionisme. Wie is er allemaal voor? Wie wil dat dat gelegaliseerd wordt? Niemand? Ik ga jullie uitleggen stap voor stap dat het legaliseren van travestie en exhibitionisme een regelrecht gevolg is van de zelfidentificatie van gender. Stel je voor, je bent een vrouw van middelbare leeftijd, je zit in een heteroseksuele relatie en je hebt een paar kinderen van in de puberteit en je man die wil wat variatie in bed. Dus hij wordt er opgewonden van om zich te verkleden als vrouw. Daar krijgt hij een stijve van. Dus jij denkt van ja, oké, whatever, onschuldig seksspelletje, geen probleem. Maar jouw man wil daar steeds verder in gaan, dat heeft hij nodig. Dus op een gegeven moment denk je van, nou ja, weet je wat? Ik nodig de buren uit voor een barbecue. Dan kan mijn man zich verkleden als vrouw. En de buren gaan er dan leuk in mee, dat is heel opwindend voor hem. Dus je gaat naar de buren toe en wat zeggen de buren? De buren zeggen, ja, doei, hier werken we niet aan mee. Nou ja, gelukkig die man, jouw man, hij zit ook op het internet, dus hij heeft de oplossing gauw gevonden. Hij gaat zich identificeren als vrouw. Dus hij komt erachter plotseling dat hij zich altijd zijn hele leven al gevoeld heeft dat hij in het verkeerde lichaam geboren was. Dus nou noemt hij zich vrouw of transvrouw. Dus jij gaat naar de buren toe en je legt het uit van ja, mijn man is eigenlijk in het verkeerde lichaam geboren. De buurvrouw betuigt onmiddellijk haar spijt van, oh sorry, dat wist ik niet. En haar man moet daar ook in meegaan. En ze komen op de barbecue. En ze doen alsof hij dus een man is, of een vrouw is.
En even voor de duidelijkheid, wat stelt het eigenlijk voor om voor je man om zich te mogen identificeren als vrouw? Helemaal niets. Hij hoeft geen hormonen te slikken. Hij hoeft zich niet te laten opereren. Hij kan gewoon een jurk aandoen en zeggen van ja, ik voel me vrouw. Dus voortaan gaat hij in een jurk naar zijn werk toe om zich af en toe te ontladen op de dames toiletten. En even, hier zijn filmpjes van op het internet, niet eens in pornografie, gewoon op TikTok, dat mannen die in een jurk, mannen die vinden dat ze vrouw zijn, zich aftrekken voor de spiegel. Daar worden ze heel erg opgewonden van. Dus, nou ja, dan hebben we nog zo'n andere iets waar mannen opgewonden van kunnen worden, exhibitionisme. Vroeger was het gewoon strafbaar, als jij dan moest je uit de borstjes springen om je lul te laten zien aan meisjes van 8 of 9. En hoe harder die meisjes schrokken, hoe meer een kick die mannen daarvan kregen. En tegenwoordig hoeft dat niet meer. Als de mannen zichzelf kunnen identificeren als vrouw, kunnen ze gewoon naar de kleedkamer van het zwembad binnenkomen. Kunnen ze gewoon een stijve lul laten zien aan jouw dochter van 8, die vervolgens huilend thuis komt en tegen jou zegt dat ze niet meer naar zwemles wil. Wat heeft dit nou te maken met de nieuwe genderwet? Nou, de nieuwe genderwet gaat erom dat mannen zich, of vrouwen ook trouwens, dat mensen zich kunnen identificeren als het tegenovergestelde geslacht, zonder dat er iets, dat er een arts aan te pas hoeft te komen, zonder dat ze hormonen hoeven te slikken of zonder dat ze geopereerd moeten worden. Dus elke exhibitionist, elke travestiet en zoals Caroline ook al terecht zei, elke voyeur kan gewoon ongestraft lekker aan zijn seksuele trekken komen en wij moeten daar ongewild, tegen onze zin, worden wij meegetrokken in hun seksuele spelletjes. Dus, daarom, dit is één van de vele redenen dat die wet op zelfidentificatie van geslacht of gender er niet in geen geval door mag komen. Want het is gewoon gevaarlijk, bedreigend voor ons als vrouw, maar vooral voor jonge meisjes. Dit is traumatisch voor jonge meisjes. Dit mag er niet doorkomen. Dankjewel, Roelien. We hebben nog een paar spreeksters. Als eerste heb ik iemand die anoniem wil blijven, maar toch wil spreken. Dat is een psycholoog uit Amerika. Dus ze gaat ook in het Engels spreken en we gaan dat niet vertalen. Wij hopen dat jullie het gewoon begrijpen. Dus welkom. This is very hard for me because I have friends standing over there. All I can say is what I'm about to say might not be popular here, but I want to be heard. 1 year ago, you might have found me over there. I've been a leftist my entire life. I grew up in America. I'm a psychologist and a researcher of risk assessment and identity. I worked and interned in male prisons and a female prison in the US. I was a therapist for sex offenders. My entire life, I've been a feminist, a proponent for social justice, inclusion, and a voice for marginalized people. I immigrated to Europe and in particular to the Netherlands to escape a misogynistic culture in the US, a place that clearly devalues women's rights as evidenced by healthcare, maternal care, and in legal, social, and economic realms. And second, to escape an inhumane and profit-driven healthcare system fueled by the greed of big pharma companies. I first moved to the Netherlands 10 years ago to study. I returned to the Netherlands in 2020, and I'm sad to say that this country is losing its cultural identity. It embodies more and more of the toxic elements of American culture with each passing year. And that includes the predatory nature of profit-driven care systems that capitalize on people's pain.
a mental health professional and as a friend, I intimately understand the grave seriousness of the suicidality epidemic among young people. What I've learned from tending to the grief of loved ones in America who have had to say goodbye too soon to a young person is that they often desperately tried to fit into a box, to be liked and accepted for who they were. And they sadly failed that they failed to fit into this imagined ideal of what they thought it meant to be a happy or successful young man or woman. I do not believe that surgery or hormones are the solution to this, and especially not for minor children. The suicide epidemic is a problem of culture that needs to change its definition of success and happiness. Generations younger than me have been exposed to online pornography and social media from childhood. They've been forced to make constant looks-based social comparisons and have a hyper-focus on sexuality. It's no wonder that the rates of depression, anxiety, and cosmetic surgery of young people vastly exceed those of any generation prior. Is it any wonder that the social contagion of body dysmorphia and eating disorders preceded gender dysphoria? When we as a society are normalizing and advocating for the surgical mutilation of young healthy bodies on the basis of shoddy science and calling it medicine and progress, I would say that capitalism has outdone itself. My question to the Dutch government and governments in the West is this: when does the medicalization of pain end? Are we going to start advocating for funding for breast enhancements, lip injections, nose jobs, and penis enlargements because a child is experiencing beauty dysphoria or genital dysphoria and threatens to kill themselves? It is my belief that should this progress continue, we will eventually no longer look at humans, and especially not women, as whole sentient beings, but as objectified parts. For those who have never stepped foot in a jail or prison, I've been in nearly a dozen correctional centers. I cannot speak for those inmates, but I can say this. Desegregating the sexes in prison is nothing short of a dangerous and cruel experiment. And it will make the environment less safe for both the inmates and the people who work there. Women have been assaulted already in care settings in the US and the UK. Trans rights activists, and I'm specifically talking to the cisgendered women who sit before me in good faith over there, who want desperately for everyone to get along and for everyone to accept everyone else. I see you, I understand you. To fight so strongly on behalf of a marginalized group that you fight for their interests above the interests of your own marginalized group just shows the embarrassing level of privilege that you take for granted. Bandwagoning onto a movement of virtue signaling is not virtuous. It's a sign of a deep desire to be liked and accepted at the cost of your autonomous thought, and in this case, at the cost of rights that women have worked so hard to gain in the last 150 years. I emigrated to the Netherlands for safety. I'm here today risking my social standing, my friendships, my career, my image, and my safety on behalf of all women. Women athletes, academics, professionals, incarcerated women, disadvantaged women, and leftist women who are too afraid to risk their careers and have their voices heard. As a mental health professional and a researcher, I've devoted my career to keeping people safe. As a therapist for sex offenders, understand that that job requires an unnerving level of empathy. I will be the first to say that every trans person has a right to safety from violence and a right to freedom from discrimination in all aspects. If we're living in a society that's so divided to the point that we have a forced choice dichotomy where trans people feel excluded or that they must participate and compete in spaces that have been specifically established for the fairness and safety of another marginalized group, then we've failed to adapt to changing norms and we've lost our ability to creatively problem solve. When women won the right to vote, we won the right to vote as women, not as men. When black people gained rights to attend previously white schools, they did not do so by disavowing their black identity. When gay men and lesbians won the right to marriage equality, they did not do so by pretending to be heterosexual.
When trans people fought for visible representation and acknowledgement of their identity, they did so by acknowledging their identity as trans women and trans men. Imposing on women's spaces is ignoring that cis women are a marginalized group, and ignoring that women are a marginalized group is misogyny. Trans people have unique identities worthy of understanding and having a safe and visible place in society, but we should never stand behind policies that actively erase and devalue women, minimalize our achievements, and undermine the safety that our mothers work so hard for. Thank you. Dankjewel. We hebben hier nog een spreekster, Ramona. Ik weet niet. Ze gaat iets vertellen over DSD-aandoeningen. Hoi. Hey, hoi, hoi. Ik ben Ramona. Ik ben ook lid van de organisatie van Voor Zij. En ik heb een mooi bordje meegenomen. Eigenlijk leuk voor de Antifa-groep. Omdat wat er staat, stop using my DSD for your woke agenda. Ik ben zelf ben ik geboren als een... Zelf ben ik geboren als een echte hermafrodiet, overigens der DSD. Dus dat betekent dus eigenlijk door fusie van een tweelingbroer in de buik. En aangezien kinderen tot aan 2006 het beleid was om te opereren, ben ik ook bij de geboorte geopereerd. Ik heb een hele streng islamitische stiefvader, die vanuit zijn vrouwenvriendelijke positie heeft besloten tegen de dokters van maak van haar maar een jongetje. Dus ze hebben toen de eerste dagen na de geboorte hebben ze van mijn vrouwelijk ambiguïde geslacht een soort transgenderman geslacht. Eigenlijk hoe Hanneke het heeft verteld, zo ziet het er bij mij eruit. Alleen ik heb dan geen erectieimplantaat, want het kan niet geplaatst worden bij baby's, jonge baby's. En daardoor kwam ik ook mijn 14e achter hoe ik werkelijk in elkaar zat, lichamelijk te zien. Ik zou je wel zeggen, door de operatie, en omdat ik natuurlijk na de operatie ben opgevoed als een jongen, begon ik wel van mannelijke mode aan te maken. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik wel ben van mannelijk. Ik heb een lage stem, ik heb overbeharing. En ik krijg er nu medische hulp voor, maar alsnog, zeker hoe heet die apotheekster, zeker hoe zij dat verteld heeft, het blijft te zien dat je anders bent. En ik zou je zeggen, bij mij was dat misschien echt buiten mijn wil en buiten mijn keuze omgedaan, maar wat daar staat, die weten niet wat er zou gebeuren als 9 of 10-jarig meisje of als jongetje daarbij zo de kliniek komen en zeggen, ik voel me anders, dus ik wil me medisch laten veranderen. Zeker omdat heel veel gender-atypisch gedrag verdwijnt in de puberteit, in adolescentie, en zorgt het voornamelijk voor zelfverminking en zelfverminking en zelfbeschadiging. En zeker wat het ook een nare is dat tegenwoordig heel veel intersexen, want intersexen is een verkoepelworm voor de 40 DSD-variaties waar ik zeker niet achter sta. En ik sta er zeker niet achter dat intersexen mee wordt genomen in die letters en die vlag. Waar ik nog het meest misselijk van word, is dat mensen die geboren zijn
met een medische afwijking, want je hebt mensen horen gewoon geboren te worden als man of als vrouw, dus daarvan afwijkt, dan is het een lichamelijke aandoening. Mensen die blind zijn, hebben ook een lichamelijke aandoening. En mensen die met één nier geboren zijn ook. En niet zoals en een idee dat zegt, de organisatie die opkomt voor ons als intersexe personen, dat die zieke slacht ook een spectrum is, wat nergens op slaat. En waar ik ook zo misselijk van kan worden, is dat die van Ginneke zegt dat de nieuwe transgenderwet ook slaat op mensen die geboren zijn met een medische afwijking. Terwijl dat helemaal niet klopt. We hebben nooit gevraagd voor zo'n wet. En het gaat ook alleen maar daar om die groep, om de groep mensen die totaal niet goed in hun vel zitten. En in plaats van lichamelijke aanpassing geestelijke hulp moeten hebben. En dat dan niet bij dezelfde groep getrokken hoort te worden die wel medische hulp hoort te hebben. Omdat ze toevallig fysiek anders geboren zijn. Maar vaak door operaties om het normaal te maken. Net zoals ze vrouwelijke jongens of mannelijke meisjes ook normaal proberen te maken. Door transgenders proberen ze mensen die geboren zijn, die anders geboren zijn, ik noem maar anders, mensen zoals ik noem maar anders geboren zijn, proberen ze ook normaal te maken door middel van operaties. En dat is ook heel verkeerd. En dat wordt nog steeds gedaan. Daar hoor je nooit de politicus over. Over een verbod op dat soort operaties. Dank je wel. Dankjewel, Ramona. Fijn dat je verhaal hebt gedeeld. We hebben nu een van de stewards die graag een verhaal wil vertellen. Dat is Sabine. Hoi, goedemiddag allemaal. Bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn. Helemaal erin. Kussen. Ja, de microfoon. Oké. Okay. Nou, ik ga het nog een keer over doen. Welkom dat jullie allemaal gekomen zijn. Wat fijn. Dat doet ons goed. Ik ga jullie even meenemen naar mijn jeugd. Ja. Ik ga jullie even meenemen naar mijn jeugd. Jaren 70 ben ik geboren. En ik was een meisje, want ik ben als een meisje ben ik geboren. Vervolgens, op een bepaalde leeftijd, ben ik me wat stoerder gaan gedragen. Mijn moeder die naaide de jurkjes als een malle, maar die jurkjes die waren niet voor mij. Nee, die gaf ik aan mijn broertje en daar ging ik mee binnenrijden. Op een gegeven moment word je wat ouder en ging ik mezelf afvragen, waarom ben ik zo anders? Waarom wil ik geen jurkjes? Waarom wil ik geen make-up? Waarom ben ik zoals ik ben eigenlijk? Nou goed, daar kwam ik al snel achter, want mijn moeder vertelde me, Sabine, je bent gewoon een hele stoere meid. Ja, en dat klopt ook, ik ben een hele stoere meid. Dan gaan we weer terug naar de jaren 70. Want in de jaren 70 hadden we geen TikTok, hadden we geen Instagram, hadden we geen Facebook. Konden onze kinderen niet zoeken en inderdaad die filmpjes krijgen die men dan wil. Als ik naar uitbenen kijk van een stuk vlees, dan krijg ik 100 van die filmpjes. Nou, dat is dus hetzelfde op TikTok en op Insta en op whatever platform dan ook. Je wordt daarin gewoon over je informatie wordt te veel gewoon. Je krijgt te veel. Ga je in je hoofd, ga je bandjes leggen. Bandjes, 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 bandjes. En na een paar jaar ga je er nog in geloven ook. Dus deze dame is even niet in geloofd. Dan ga ik je eventjes weer terugnemen naar, wat is het, 2000. Jaar 2000, toen kwam ik erachter van, hé, ik vind vrouwen wel heel erg leuk. En mijn moeder zei, had mijn intuïtie toch gelijk? Want ik begon te twijfelen aan mezelf. Dus, mam, bedankt hiervoor dat je me daarin gesteund hebt. Dan wil ik jullie ook nog eventjes een paar jaar terug laten gaan. Ik heb 3 prachtige dochters, waarvan 1 stoere dochter. En die stoere dochter, die zit op TikTok, die zit op Instagram, die zit overal op. En die kwam op een gegeven moment naar mij toe. Mam, ik weet niet wie ik ben, wat ik wil en wie ik later wil zijn. Maar
Ze noemen me een jongen, want ik heb korte haren. Dat deed mij als ouder heel veel pijn, want dat hoeft helemaal niet. Dat ken ik niet van mijn periode in de jaren 70, 80, 90. Daaropvolgend begint een meisje borstjes te krijgen, alles. Nou, dat is, ik wilde dat vroeger ook niet. Ik denk geen enkele vrouw die dacht van, oh, wat begint er hier nou met mijn lichaam te gebeuren? Al die hormonen, alles begint te komen. Waarop op een gegeven moment mijn dochter zegt van, ja, ik kan toch beter gewoon een jongen worden. En er wordt op school een filmpje vertoond of iets dergelijks, want dat is wat zij zei. Ik kan ook een pilletje nemen, dan stopt het helemaal. Ja, dan stopt het. Wat stopt dan? Het is al aan de gang. Dus, puntje bij paaltje, hebben wij haar gewoon positief benaderd. Je mag zijn wie je bent. Ook al is het een stoere meid. Heerlijk. Ik hou ervan. Een paar weken geleden was ik met mijn dochters, alle drie, in Walibi. En werd ik apart genomen door mijn middelste dochter. Die vertelde mij, mam, ik wil het echt niet meer. Ik snap die gasten, ze zijn in de war. Dat was dus het einde. En ik ga daar verder ook niet meer met haar over praten of wat. Ze weet dat ik hier ben. Ze weet dat het niet gezond is om in een ander lichaam te willen treden. Want dat kan niet. Je bent geboren als meisje of als jongen. That's it. Hartstikke bedankt allemaal. Dankjewel, Sabine. Ja, ik wou heel graag een ouder hier hebben die wat vertelde. En het is gelukt. Dat is echt heel fijn. Want er zijn genoeg ouders die kinderen hebben die zeggen, die twijfelen aan hun gender, maar die niet weten wat ze moeten doen. Gelukkig heeft Leontien daar ook wat over verteld. Ja, we hebben nog een steward. Want deze bijeenkomst kon er alleen maar zijn dankzij de stewards. Dus kunnen jullie eens even applaudisseren voor onze stewards? Want we zijn echt gezegend met een groep vrouwen die onze veiligheid wil bewaken. En we zijn gezegend ook met een groep mannen. Mannen, hou je bord omhoog. Of je hand omhoog. Een groep mannen die het ook voor ons mogelijk heeft gemaakt om hier te zijn. Die hebben gezegd, wij komen voor jullie staan. Wij komen staan voor jullie recht op, om je uit te spreken. Wij staan hier de hele dag met het bord om te zorgen dat jullie hier veilig zijn. En dat het duidelijk is dat dit een zaak is die niet alleen vrouwen aangaat, maar ook mannen. Want mannen hebben dochters, mannen hebben vrouwen, mannen hebben zussen en mannen hebben moeders. En dus voor hen geldt het wel degelijk precies hetzelfde, dat zij willen dat hun vrouwelijke familieleden, hun vrienden, hun collega's, dat die veilig zijn, dat die vrij zijn, dat die vrij kunnen spreken. Nou, mocht ik ook nog even tussendoor. Iratje gaat vertellen over de vrijheid van meningsuiting. Hallo. Ik ben in 1975 in Spanje geboren. 7 maanden later was Franco dood. De dictatuur was over. Maar toch kan ik mij herinneren dat in mijn schooltijd het de gewoonte was om niet over sommige thema's te praten. Dingen niet te durven zeggen. De politie niet tegen durven te spreken. Leerkrachten hebben het altijd juist. Geen eigen mening over religie uit te durven spreken. Mannen zijn boven vrouwen. Die gewoontes zijn jarenlang gebleven. Daarom ben ik feministe geworden. Halverwege mijn middelbare schooltijd had ik pas het gevoel dat ik mijn politieke, feministische en religieuze mening kon en mocht geven. De vrijheid was heerlijk. Wat een fijn gevoel. De laatste tijd, zeker de laatste 3 jaar,
kan ik niet meer zo vrij praten. Zo voel ik het. Als ik met een t-shirt met de zin vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijke geslacht op de straat loop, is de kans groot dat ik mijn verbale en of fysieke agressie te maken krijg. Dat verbaast mij en dat beangstigt mij. Ik ben geen transfobe of fasciste, maar ik kan niet akkoord gaan met de richting dat die zelf-gender-affirmatie-politiek gegaan is. Vrouwen, meisjes en kinderen, ik vind dat zij algemeen moeten beschermd worden van de economische interesse die erachter zitten. In februari van dit jaar kwam er met de linkse regering een transwet in het Spaanse parlement. Beide ministers wilden onze mening geven voordat deze werd goedgekeurd, omdat deze wet rechtstreeks gevolgen heeft voor vrouwen en meisjes, onze rechten en onze ruimtes. Maar wij werden niet gehoord en zelf niet ontvangen om te discussiëren. Of je nu voor deze wet bent of niet, de overheid heeft de plicht om naar alle betrokken partijen te luisteren. Jammer, maar dat is niet het geval in Spanje geweest. Het wordt simpelweg alleen geluisterd naar organisaties die gender zelfidentificatie ondersteunen. Als een man zich identificeert als vrouw, ook als behoudt hij zijn naam en mannelijke geslachtsdelen en iemand valideert zijn gekozen geslacht niet, dan kan hij sinds februari in Spanje een klacht indienen en moet die beklaagde een boete betalen. Alle meningen die niet meepraten met de transbijbel worden simpelweg tot zwijgen gebracht. Zo mogen niet bestaan. Zij mogen niet bestaan. Is dit Europa? Het geeft mijn mening als vrouw minder waarde dan die van een man die zich als vrouw identificeert? Welke schade kan een rustige discussie waarbij alle standpunten op tafel worden gelegd aan de samenleving toebrengen? Als vrouwen vragen om gehoord te worden, om dialoog, hoe kunnen wij dan fascisten zijn? Praten en luisteren is toch de basis van democratie? Alsjeblieft, wij hebben allemaal een veilige ruimte nodig om een eind te maken van verbaal en fysiek geweld. Om een eind te maken aan deze onzin die de beginselen ondermijnt waarop de Europese Unie is gegrondvest. Wij vrouwen willen geluisterd worden. Wij hebben de rechten om te praten. Wij zijn die enigen dat bepalen dat vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijke geslacht. Dankjewel, Iratje. We zijn bijna aan het einde van onze bijeenkomst gekomen. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn geweest. Echt geweldig. Dankjewel dat wij jullie allemaal stand hebben gehouden. Ondanks het geschreeuw van de overkant. Dat jullie zijn gebleven. Echt fantastisch. En we hebben nog één toespraak. Want ik heb natuurlijk een hele dame voor het laatst waard. Waar ik deze dag samen mee heb georganiseerd. Ja, natuurlijk ook met jullie allemaal, maar dit was ons dingetje. Yes! En voor Lydia moet ik de ding even een beetje lager zetten natuurlijk. Dus dit is het einde, ik zeg hierna niks meer. Lydia sluit het af. En we hebben ergens een cafeetje afgesproken natuurlijk, om na te praten. Help alsjeblieft even met het spullen naar de auto brengen, zodat we hier snel weg kunnen, want ik weet niet hoe dat hier gaat lopen met die luidjes. Lydia. Hallo allemaal. Hey, ik ben allereerst ontzettend blij dat we uiteindelijk, ondanks alles, nog steeds ons hele evenement hier hebben kunnen afmaken. En kijk, ik was gisteravond een beetje boos. Maar bij deze dan mijn complimenten voor de politie hier in Utrecht.
Dank jullie wel, dames en heren. Hey mensen, er wordt ons verteld dat geslacht een spectrum is. Dat is niet waar. Weet jullie wat wel een spectrum is? Vrouwenhaat. Met aan de ene kant mensen die donders goed weten wie ze achter het aanrecht hebben en wie ze hun rechten moeten afnemen. En aan de andere kant mensen die doen alsof ze niet weten wat een vrouw is, om te voorkomen dat wij voor die rechten kunnen strijden. Want zonder de woorden man en vrouw en correct gebruik van die twee woorden kunnen wij niet onze ruimtes verdedigen. Kunnen wij niet onze kwesties meten of bespreekbaar maken. En betekenen heel veel zaken niets meer. Zoals grensoverschrijdend gedrag, femicide, voyeurisme en exhibitionisme. En het is voor mij, dat meen ik echt, het meest verwonderlijke van dit alles. Wanneer ik naar al jullie vrouwen heb geluisterd. Van psychologen, tot mensen die het persoonlijk aangaat, van sporters, moeders, noem het maar op. Ik kan niet geloven dat het uitgerekend links-Nederland is die de andere kant op kijkt. Kijk, en ik begrijp dat we hier niet allemaal misschien per se linkse vrouwen onder links zijn. Er is iets wat ons verbindt, dat is dat we vrouw zijn. Maar even namens de linkse vrouwen hier, ik voel me verraden. Ja? Want links-Nederland is altijd degene geweest die opkwam voor homorechten, voor vrouwenrechten, voor de zwakkeren in de maatschappij en voor kinderen. En nu is het uitgerekend links die een frontale aanval op ons opent door middel van het kapen van onze taal. Het woord vrouw betekent maar één ding, een mens van een vrouwelijke geslacht. Mannen, bedenk maar wat anders. Want zodra we, en voor de goede orde, ik hou van mannen. Ik ook! Yes, Menno loves men too. Maar dat betekent niet dat ik met elke man een kleedkamer wil delen. Of keihard wil trainen voor een sport om het vervolgens af te leggen aan een man. Zoveel hou ik niet van jullie. Sorry. Dus wij gaan onze woorden terugnemen. En by default dus ook onze ruimtes. En alle gebruiken die daarbij komen kijken. Zoals het correct verzamelen van data rondom onze misdaad. Om onze gezondheidszorg. Onze arbeidsparticipatie. En hoeveel vrouwen er in de politiek zitten. Dus linkse partijen, dan spreek ik nu specifiek naar Volt. SP. Dit hebben we nog maar bijna eens verloren. Laat maar zitten. GroenLinks PvdA is eigenlijk ook verloren, maar misschien zit er nog een wakkere vrouw ergens tussen. Partij van de Dieren. Die ineens niet meer weten dat de geslacht echt is. Oké. Wie hebben we nog meer aan links? Waar zijn de mensen die er voor ons op staan? En als men niet wakker wordt van alles wat er hier vandaag gezegd is, dan vraag ik me dit af aan die linkse mensen. Sinds wanneer heeft links het hele establishment achter zich? Sinds wanneer zijn de zaken waar links voor strijdt iets waar ineens een vlag op hangt op elk gebouw? En elke politieke partij gaat er maar blindelings mee in. Dat is niet volgens de linkse traditie. En dat alleen al zou alarmbellen af moeten laten gaan. Ik mag niet provoceren, maar ik heb wel één vraag aan de mensen die aan de andere kant staan. Karl Marx, die zei ooit dat we een maatschappij kunnen beoordelen op basis van hoe die omgaat met de vrouwelijke geslacht. Maar die quote zijn we even vergeten, of niet? In ieder geval, dank jullie wel voor jullie aandacht. En mocht het niet duidelijk zijn, we zijn boos. En we gaan alles terugnemen waar wij voor gevochten hebben. Dames en heren, let women speak!